Ik ben Mark Kerkhoff, projectleider van Waterschap A en Maas. En eind vorig jaar zijn we hier begonnen met de bouw van de Vistrap. Door de Vistrap kunnen de vissen vanuit de Maas de rest van de beek bereiken. Vissen worden niet langer gehinderd door de watermolen, maar kunnen nu probleemloos verder stroomopwaarts zwemmen. Via een soort watertrap van 2 meter hoogte kunnen de vissen langs de molenrad zwemmen en zo paaigebieden bereiken. In de Vistrap zijn 32 kleine traptreden gemaakt van metalen schotjes en houten drempels. Binnenkort wordt de vispassage in gebruik genomen en laten we er water doorheen stromen. Aan de uitzwemopening wordt dan een fuik gehangen, zodat we de vissen kunnen tellen en onderzoeken. Ook is de historische muur van de watermolen in de ere hersteld. Afgelopen jaren is er veel aan de watermolen opgeknapt. En het rad kan zeker weer 100 jaar draaien. Ook wordt met de watermolen elektriciteit opgewekt, zodat de onderhoudskosten kunnen worden betaald en de toekomst van de watermolen is veiliggesteld. De Vistrap is betaald door Europa. Daarbij hebben we samengewerkt met Duitse en Nederlandse waterschappen en ervaringen uitgewisseld over vistrappen bij watermolens. Goed, we gaan nu over tot een symbolische openingshandeling. In ons gebied zijn bijna alle watermolens verdwenen, maar deze hoort tot de laatste drie. En daar moeten we echt zuinig op zijn.
Nou, hier is de brug waar we nu. De brug waar we nu staan dus. Hier zie je de reling, deze reling. De watermolen zie je. Of de watermolen zie je bedoel ik. Hier ligt dus die vispassage. Hier zijn visbekkentrappen. Dus deze vispassage. Ja, het is een principe van een de witpassage. Dat zijn vaak van die prefab betonnen elementen die ze zo direct neerzetten.
De oude watermolen is in ere hersteld. Vroeger vormde dit een belangrijk waterreservoir, maar inmiddels hebben we daar een mooie poel van gemaakt. De aanleg ging niet helemaal zonder problemen. Tijdens de uitvoering werden 3 Engelse explosieven aangetroffen. Die moesten natuurlijk wel eerst onschadelijk worden gemaakt. Nou, de watermolen is sinds 1845 in familiebezit. Het vormt ook de basis van ons diervoederbedrijf vandaag de dag. En we zijn toch bijzonder trots dat we samen met het waterschap hier zo'n mooie vistrap hebben kunnen realiseren. Ja, de plannen zijn al 2 jaar geleden gemaakt. Zoiets duurt natuurlijk lang tegenwoordig. Maar we hebben dat in goede harmonie gedaan. Ook toen het af en toe een beetje tegen zat in november, december. Toen het ontzettend nat was. En het resultaat kan iedereen hier zien.